staan hier in het gebied De Zuid van het Gooise Natuurreservaat. En het heet het Erf Gooiersbos, een productiebos in dit geval met vooral Douglas. Na de Tweede Wereldoorlog ingeplant. Hier is al uitgeoogst, ooit gedund heet dat. Waardoor er weer licht op de bodem is gekomen en heel veel zeilingen van diezelfde Douglas overal staan. En hier aan de rand staan we nu van een stuk wat echt leeg gekapt is. Op een paar bomen na. Kijk, op de bodem staan mossen. Hier daar wat gras en enkele varen. En je komt nu in het deel wat dus een keer gekapt is. Je ziet dat er ontzettend veel jong boomopslag is. Er lopen hier koeien. Dat is de oorzaak dat er nog weinig loofbomen echt goed op groeien. Maar je ziet dat de grove den, die hier ook tussen staat, en de varens en de mossen steeds weelderiger worden. En dan hebben we het nu over de winter, hè. Het is nog niet eens in de zomer, dan staan er nog veel meer planten. Hier zie je duidelijk afgeknaagd. In de afgezaten stompen kunnen natuurlijk heel veel insecten leven. Dit zijn dan houtkevers geweest. En deze gaten worden gebruikt door wilde bijen. Er zijn een aantal wilde bijen die juist in die staande gangen hun nesten maakt. En dat zul je natuurlijk altijd zien als je de camera niet aan hebt staan. Maar hier vloog net een houtsnip uit. Die had zich hier verborgen. Dat is natuurlijk helemaal niet zo leuk dat ik daar langs kom en me opjaagt. Want dat kost hem dus weer energie. Maar houtsnippen die hebben heel erg veel belang bij dit soort open plekken in het bos. Omdat ze daar met hun gevoelige snavel tussen het mos en het gras hun voedsel kunnen vinden. Dat kunnen ze veel minder vinden in die dichte bossen. Hierachter, hiernaast, zie je dus ook een stuk productiebos. Dit zijn dan geen vliegdennen, maar zwarte dennen. Dat kan je zien aan de langere naalden. Er staan hier ook die zeilingen, zijn ook van die zwarte dennen. Hier staat een larix. Uiteraard zijn naalden verliest in de winter. Je ziet hier weer grassen komen, allerlei bomen. Kijk, hier is duidelijk een vraatschade te zien of van reeën of van koeien. Hier allemaal dat glibberige groen. Dat je nu heel veel ziet. Kijk, hier is ook zo. Dat zijn blauw algen of blauwwieren. Dat zijn de oudste organismen die bladgroen hebben. En die dus eigenlijk al het hele bestaan van de aarde in de tijd dat er de zuurstof kwam bestaan. Zij zorgden voor de eerste zuurstof, wat natuurlijk een gif was voor de toenmalige levensvormen die er waren. Je ziet hier ook struikhei. Die wordt afgevreten door de koeien, door konijnen, door reeën. Alles wat hier rondloopt en wat zijn voedsel vindt. Zo'n open plek is nou exact wat het Gooise Natuurreservaat ook voorstaat om die biodiversiteit te vergroten. Kijk, je ziet hier ook al zo'n omgevallen boom. Alleen zo'n boom al is een hele bron van soorten. Bekermos, dat is een korstmos, gewone mossen. Je ziet er zo al drie verschillende mossen opstaan. Ik ben niet zo'n mossenspecialist, dus ik kan ze niet direct benoemen. Is dat ook vrij lastig. En hier zie je en daar zie je ook wat insporing. Wat dus
ooit gedaan, gekomen is, doordat grote machines hier aan het werk waren en die boomstammen afgevoerd hebben. Die hebben de grond verstoord. Voor heel veel mensen is dat ook een vreselijk iets. Want hier verdicht dus de grond. Maar aan de andere kant is het zo dat er allerlei milieutjes gecreëerd zijn. En er blijft water stagneert. Hier zie je zelfs wat water instaan. Dan heb je het hier toch echt over een droog gebied. Ja, zo'n heuvel is natuurlijk, zo'n mini-heuvel, is een ideale plek voor allerlei soorten planten. Je ziet ook dat er veel gevreten wordt overigens. Heel veel grassen zijn heel kort. Er leven hier dus ook echt graas. Dus hier een planten. Die zo tussen groeien. Er komt zelfs een bos best alweer terug. Ik vind hier niet zo heel veel in het bos. Dat is het te donker voor. En op deze plekken kunnen ze zich dus weer herstellen. Hier en daar zie je ook omgevallen berken, waar je natuurlijk ook weer allerlei paddenstoelen op krijgt. Niet al het materiaal is weggehaald, maar blijft liggen. Wat dan weer heel erg gunstig is voor allerlei dieren die hierin kunnen leven. En je ziet ook op zo'n berkenstam, er zit van alles.